Yo mensen, Jarask hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Modern Warfare 3 live video hier natuurlijk op mijn kanaal Ras Game. Vandaag spelen wij een lekker Team Nemesis potje op mijn bootleg met de M4A1. Een wapen die je niet zo vaak ziet dat mensen gebruiken in Modern Warfare 3. Maar ja, ik ben anders, ik ben raar, dus ik gebruik lekker de M4. Oh my... Gewoon lekker omdat het kan. Maar, jongens, vind je het leuk maar te kijken? Rammel natuurlijk zijn kaart op lijken. Daar achterin moet er nog ergens in zitten, denk ik. Ja, hitmarker. Hij ligt daar, zag je hem? Oké, we hebben hem. Maar, als je het leuk vindt om naar te kijken, Rammel natuurlijk zijn kaart op lijken. Zou ik super doof vinden. Als wij de prachtige 1500 likes kunnen halen op deze oude Call of Duty, zou ik het helemaal leuk vinden. We moeten nu de andere kant op. En we doen natuurlijk gewoon lekker ons best. Je kan hem mob droppen in deze game. Als je 24 kills haalt zonder dood te gaan, gaat waarschijnlijk niet lukken, want ja, ik ben noob. Lijkt me nog één kill erbij. Kan ik... Ik zit nu te campen, maar dat wil ik eigenlijk niet. Kan ik hier rustig weg? Ze zitten zo goed opletten, jongen, in oude Call of Duty. Dat is niet normaal. En hier rechts zit ze altijd ook te... Ja, kut. Ik moet hier langs. YOLO! Oh, oh, dat bedoel ik! Dat bedoel ik! Daarom wilde ik blijven zitten. Daarom wilde ik even blijven zitten. Maar mijn geduld zei... Fuck it, Jan. Je gaat er nu op afrennen. Alleen mijn hoofd zei van, blijf zitten Jan, want je gaat dood. Jij vieze camper jongen, er zit er dus nog een daar hè. Zitten er nog, oké, dat is een assist. Oké, ik kan er nu op af. Let op, want ze zitten hier stil. Oké, die is weg. Die is dood, lekker bezig teammates. Ik weet niet waarom die predator missile op mijn hoofd gooien, want die teammate die gooit die predator missile. Ik zou zeggen, dan gooit hij op mijn enemy. Alleen op een of andere manier kwam hij dus op mijn hoofd. Dus, oh my fucking god. Dus waaraan dat lag, heb ik ook geen flauw idee. Maar je ziet het, hè. Het is Modern Warfare 3. Die game is al super oud eigenlijk. En alsnog liggen er gewoon mensen letterlijk... Oh, goede kill. Op de grond. Dus je moet er alsnog... Ook al is het een oude Call of Duty, je moet er zo goed op letten, jongen, op die shit. Want je wil er gewoon niet door dood gaan. En hier ligt dus ook nu iemand. Ik weet alleen niet waar. Waar is die, jongens? Achter me... Achter de fucking prullenbak. Container, wat is het? Hij was stiekem gewoon verstoppertje aan het doen. Ik heb hem wel door. Hij was verstoppertje aan het doen. En daarom ging hij daar zitten. Oké, de helikopter is wel uit de lucht. Is verder niet erg stof van mijn team is. Als hij van mij was, was ik boos geworden. Maar ja, dat is hij natuurlijk niet. Maar de M4A1, jongens. Ik gebruik nu een red dot sight en een silencer op. Ik vind het altijd lekker om in deze... Ik vind het altijd lekker om in deze game silencer te gebruiken. Dus ik heb een red dot sight en een silencer op staan. En je ziet mensen niet echt heel vaak altijd die M4 gebruiken. En ik vind het zelf best wel een lekker wapentje om... Oh my fucking god. Om te gebruiken. Alleen natuurlijk is de ACR in deze game echt gewoon wel de sterkste gewoon. Dus dat zijn wel van die punks natuurlijk waar je goed op moet letten. Want weet je, gebruik je het sterkste wapen dat er is? Gebruik je een iets slapper wapen? Welk wapen gebruik je? En ik vind altijd zo dat... Als je een game leuk wil houden, je gewoon een grote variatie in wapens moet gebruiken. En vandaar dus ook dat ik nu... Oh kut, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Thanks. Zo, we krijgen hem terug ook. En ik vind altijd dat je verschillende wapens moet gebruiken. Dus vandaar dat ik ook de ene keer pak de M4, de andere keer pak dan de ACR, dan pak ik weer die, dan pak ik weer die. En zo hou je het voor jezelf altijd en elke dag en elke keer nog steeds leuk. Hoe oud of hoe nieuw, ook het Marsidom. Een game ook is. Ik denk dat die sniper wel zo ongeveer dood is als ik het zo bekijk. Mijn sentry gun doet letterlijk geen flikker, want die heb ik weer helemaal verkeerd. Oh, hij is ook kapot. Hij is serieus kapot. Ik heb dat ding net neergezet en hij is nu ook... Die sniper ligt er nog steeds. Oh my fucking god, die sniper ligt er nog steeds. Wacht, ik ga hem teabaggen nu ook, jongen. Dat gaan we dus niet doen, hè, zo hard campen, vriend. Waar ligt hij? Ligt hij nog steeds? Ze hebben een pay-for-out care package. Jij ligt gewoon een... Oh my... Je hebt nog final stint ook! Je hebt nog final stand ook, Matty. Oké, we gaan hem nadoen. Ik ben de sniper. En we liggen lekker op de grond. Want dit is hoe je Modern Warfare 3 speelt. Alleen is mijn sniper vol automatisch met 30 kogels. Nee, ik blijf hier liggen, want ze hebben een payload uit de care package. Dus ik kan nu zeggen van, weet je...
We gaan erop afrennen. En dan ga ik ook. Kijk uit voor die Pevro. Je ziet op het minimum dat die Pevro links hangt. Dat inhoudt dat hij mij hier niet kan raken. Dat zijn ook altijd van die kleine dingen die je kan onthouden. En oh my fucking god, nu zit er daar weer eentje. Het is ongelooflijk, joh. Hij staat, zie je hem dan? Was dat hem? Oh my god, ik heb hem zo hard geraakt. Volgens mij zit hij daar nog. Kijk, nu ben ik dus gewoon bang, hè. Want ik kan hier niet naar buiten, want dan killt de Pevro me. Maar ik wil wachten. Ik wil die vet killen nu ook. Zit hij er nog? Snel rennen als ik op de Pevro me. Holy fucking shit. Ja, lekker teammates. Hij ligt hier! Hij ligt daar op de grond! Oh my god. Die Pevro is nu voorbij. Hij ligt daar op de grond. Ik ga hem nu killen ook. Nog 5 kills moeten er worden gemaakt. Dus het potje erop. Kijk dan. Wat een aarshaar, jongen. Ik zweer het je. Die andere ligt hier ook, hè. Hier, dat dacht je, ja, met je klote ding, jongen. Oh, dat zit daar! Die zit ook stil! Wat? Wat? Oh my god, ze zaten allemaal stil bij de vijanden. Holy shit. Ook al is het een oude game, jongens. Iedereen zit stil. Ik ga er nog een potje achteraan spelen. Als ze te campen, ga ik ze teabaggen. Als ze rondlopen, drop ik de Moab. Dus op naar game. Gaan we dan, jongens, in het volgende potje. Ik dacht van net het team netmatch zat gewoon letterlijk iedereen stil. Laten we de verandering in gaan gooien. Laten we een kill confirm potje gaan doen. En wat je natuurlijk in kill confirm moet doen, is je moet de doctags van de vijanden die je killt oppakken. En met die doctags kan je het potje winnen. Eentje van shotgun. Dat heb je al door. En met die doctags kan je natuurlijk weer het potje winnen. En als je het potje hebt gewonnen, dan gaat iedereen een feestje vieren. Want, nee, dat doet niemand. Oh, fuck. Ik zat na te denken. Wacht. Kill the knight. Dan heeft dus een enemy mijn doctag opgepakt. En die doctag lag rechts van me. En op het moment dat ik dat dacht, toen stond hij er al. Toen was ik gewoon al dood. Dus je moet altijd zo snel nadenken. Want anders ben je gewoon meteen de shaak natuurlijk. En als je iets niet wil zijn, shotgun, man. Dan is het de Sjaak. Dankjewel, vriend. Maar het is een beetje opletten. Ik gebruik de specialist. Wat inhoudt dan natuurlijk dat ik geen UAV en geen scorestreaks heb. Want je kan in deze game kiezen tussen de Assault Strike Packages. Mijn doctag. Tussen de Support Strike Packages. En natuurlijk tussen de specialist. En ik gebruik nu de specialist. Wat inhoudt dat ik natuurlijk niks anders. Hij zat links van me. Dat was slim van hem, man. Ik had nog een hitmark met mijn granaat ook. Daar waren ze me nog gepusht ook. Ik had niet verwacht dat ze daar allemaal zouden zitten, man. Goeie kill vast. Shotgun, man. Shotgun, man, is gelukkig niet zo sterk. Want als die met die strijker op je af komt rennen. En je hebt het niet door. Dan kan je natuurlijk wel gewoon vergeten om te overleven. Oh, rennen. Dead not is hip-hop. Goeie fucking grammatica, ouwe. Eerlijk. Mike, heel vriend. Pak jij al die doctekjes op, want dan ga ik het niet doen namelijk. Ik laat het lekker aan mijn teammate over. Want ik wil het alleen maar het potje eigenlijk rekken. En als je het potje wil rekken, dan moet je die confirmpjes gewoon laten... Wow, yo, dankjewel, vriend. Gewoon lekker laten liggen. Dus dat is ook precies wat ik doe. Holy fuck, die vent rende snel. Thanks, bro. Achter je vriend, achter je vriend. Hij had het door, hè, zag je het? Hij weet dat ik hier ben. Nee, weg hier. Ik weet niet wat die andere gozer gaat doen, maar mijn doctag ligt daar. Dus als die op me afkomt, dan zie ik Kill the Knight staan. Maar het is een beetje tricky om daar nog verder te gaan, man. En ik heb nu ook specialist. Holy fucking shit, dat is een assist. Assist is niet erg. 2 assists tellen mee als 1 kill. Ze zitten daar nog. Weet je, zit er een boven me, Zit er hier een links, daar zit die teammate. Oké, je had hem dus niet, hè, vriend. Gelukkig had ik hem, anders was ik dus lul geweest namelijk. UAV, thanks, ouwe. Dat vind ik dus echt chill als je teammates UAV's aan hebben staan. Dat is zoveel fijner gewoon.
Zijn allemaal dood, zijn allemaal dood, zijn allemaal dood, zijn allemaal dood. Relax, lekker bezig hoor, team. Teammates zijn goed aan het killen, man. Die shotgun gozer moet je ook in de gaten houden, man. Als je even niet oplet en die shotgun vent die staat naast je of achter je of waar dan ook. En hij schiet een paar kogeltjes. Dan ben je natuurlijk dood. Het is heel simpel, maar... ja, dit is lastig, man. Hebben ze allebei, serieus? Shotgun, man. Oké, okay, ik heb hem op. Nice! Lekker, hoor. Lekker op je, man. Dat was best nog wel... stressvol, moet ik zeggen. Maar we hebben hem op je gedropt, man. Nice. Cool. Dat vind ik leuk. Potje gaat tot de 65 confirms, by the way. Dus, ik hoef mijn mobile nog niet in te roepen. Doe ik zo meteen wel hoor, overigens. Maar ik ga later gewoon even staan. Gewoon even wachten tot het potje wat verder gevorderd is. En dan zal ik hem inroepen. Ze hebben een Sam Turret. Sam Turret schiet alle UAV's en alles uit de lucht. Ik moet wel zeggen, het was wel even stressvol hoor, moet ik. Want het fucking mobile heb ik al een tijdje niet meer gedropt. En om dan weer op zo'n streak te gaan, ik roep hem in. Om dan weer op zo'n streak te gaan, dat is wel echt weer even stressen hoor, moet ik zeggen. Dus het blijft leuk, hoeveel je er ook haalt. Sorry jongen. Mobs halen en alles wat er omheen komt, dat blijft gewoon leuk. Zo goed opletten de hele tijd. 40 op 2 staan we. En je ziet... oh, er zat 3 naast me, jongen. Je ziet ook het verschil met Team Deathmatch spelen en Kill Confirm spelen. Want hier redt iedereen er best wel harder op af. Ze willen natuurlijk ook graag die confirmpjes krijgen. Ze willen natuurlijk ook graag het potje winnen. Dus automatisch rennen mensen natuurlijk wat harder op af. En automatisch kan jij er dus zelf ook wat harder op afrennen en wat slimmer spelen. Pok zit erop. Pring! Ja, dat dacht ik al. Ik zal mijn team achter mijn kill maken, dus die pakt hem op. Nice, jongen! Ik moet zeggen, die opa Polly, daar moest ik even op letten, man. Want die gozer die liep rond met die shotgun. Hij was er niet zo goed mee, dat vind ik wel chill. Maar als hij 1 keer in mijn rug was gekomen, dan was ik gewoon meteen bats, boom, dood geweest. Dus ik had er geluk mee. Maar daarbij, jongens, sluit deze video weer af. Een team members potje gespeeld, waar iedereen aan het campen was. Een kill confirm potje gespeeld, waar iedereen er lekker op afrennen. Dus het waren 2 mooie potjes. Dus thanks for watching, mensen. We hebben hem ook gedropt. Daar gaat het natuurlijk om. Als jullie hebben grote ramp, die like knop. Als jullie hebben grote, klik op die abonneerknop. Zodat je up-to-date blijft over meer video's. En dan zeg ik thanks for watching. Thanks voor de support. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye. En ik word in een fucking lockdown potje gegooid. Maar die gaan we niet spelen. Bye bye, mensen.